We hebben er even over getwijfeld van is het in deze omstandigheden handig om ook weer een terraswedstrijd te doen. Maar net nu moeten we de terrassen en de horeca een extra podium geven. Ja. Dus de 8e editie van de Chapeau Terraswedstrijd gaat gewoon van start. En wel aanstaande maandag 8 juni, toch Diane? Maandag 8 juni kunnen mensen dus hun stem uitbrengen. En dat kan tot en met? Tot en met 14 juni. En vervolgens wordt de top 5 van die week bekendgemaakt op maandag 15 juni. Okay. En dan kunnen de mensen weer op een poll op die top 5 stemmen. Oké, dus wil jij ervoor zorgen dat jouw kennis, jouw eigen restaurant of wie dan ook in die lijst terechtkomt, zorg dan dat je je stem uitbrengt. En wie weet komt hij of zij dan terecht in de top 5 van het beste terras van Limburg. Ja, wat is volgens jou het terras van Limburg en wie doet volgens jou het op dit moment goed om de RIVM-maatregelen toch te combineren met die gastvrijheid zoals je van ze gewend bent? Ja. Laat ons dat weten.